kan voldoen. Ja, ze heeft wel voldoen. Absoluut. De hoeking is ook goed. Hoek is goed. Mooi gespierd. Ja, die is toch heel mooi. Gaan we die spierballen onder. Ja, mooi. Dit doet wel heel goed aan. Tara! Eén vraag voor de toeschouwers en fotografen, filmcamera's en weet ik wat. Probeer zo rustig mogelijk op te stellen alsof jullie er niet zijn. Anders wordt het voor de jonge honden wel heel erg moeilijk, want de baasje staat in de ring en ach, die doet ook nog rare dingen. Dus lekker relaxed, dan komt het allemaal goed. En nou, dan moet ik even... Ik moet het gaan voorstellen. Daar ben ik altijd heel erg slecht in. De keuring zal gaan plaatsvinden door Andy. Andy Voermans en mijzelf. Andy die is hier eigenlijk vooral frequent cursist. Kaker 1, kaker 2, exterieure beweging afgerond. Ontzettend geïnteresseerd in ons glitz. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar vooral ook de bouw. De beweging en wij gaan gewoon samen even kijken wat we van honden vinden. Hebben ze goed gedaan? Is er nog iets wat je wilt toevoegen? Ja, dat is wel goed vinden. Ze hebben geen keus. Oké, de eerste mag even op de tafel komen. Maar ik heb hem gemeente een oogje met Sco. Hij is iets kleiner dan Sco. Yes! Sorry. Nou, wel op de discussie. Nee, ja, oké. Dat wordt een lange wacht. Wouter, ik maak even op tafel van de